Mark, heb jij zelf ervaringen met zwemvesten? Ja, kan ik wel zeggen. Ik werk nu 35 jaar op het water. En ik heb de introductie van reddingsvesten meegemaakt. Ik heb de introductie bij mezelf met de reddingsvesten meegemaakt. Ik heb ongelukken met een reddingsvest meegemaakt. Dus ja, ik heb er wel diverse manieren mee te maken gekregen. Een hele negatieve ervaring met het zwemvest was tijdens een kanovakantie. Waarin ik een blokvest, een opgeblazen vest, droeg. Wat me groter maakte en in een stroom tussen rotsen in vasthield. En in plaats van weg te kunnen komen, hield het me daar vast. Dus dat was een hele vervelende ervaring. Tijdens mijn werk bij de waterpolitie geruime tijd heb ik heel veel mogen controleren op het dragen van reddingsvesten, met name toen in de snelle speedboten. En ook in het begin bij de introductie bij de binnenvaart. En zo ook als werknemer bij de overheid ook zelf die vesten moeten gaan dragen. En natuurlijk, een van de redenen is van dat drenkelingen zonder reddingsvest altijd veel later worden gevonden als met. Dat is wel een factor. Of het de belangrijkste factor is, weet ik niet. Maar de belangrijkste factor voor mij is van dat het je kan helpen in de situaties waarin je zelf niet bij machten bent om je volledig zelf te redden in het eerste begin. Heb je begrip voor de weerstand tegen het zwemvest bij binnenschippers? Soms wel, soms niet. Nieuw iets is altijd vreemd en als mensen zijn we niet helemaal gewend om nieuwe dingen snel en gemakkelijk op te pakken. Zeker omdat er naast alle positieve kanten die eraan zitten, toch ook wel een paar echte aandachtspunten zijn. En met name hoop ik dat de beleidsmakers en de industrie ook oog hebben en oor hebben naar die aandachtspunten. En als we dat met elkaar kunnen verbeteren en wat willen leren van die aandachtspunten, denk ik dat het draagvlak alleen maar echt wordt vergroot. En dus ook het gebruik veel makkelijker zal worden. Je ziet nu al bij een veel overheidsdiensten dat zo'n reddingsvest geïntegreerd wordt met de dagdagelijkse kleding die je draagt. Dat is de drempel verlagen. Maar ook zijn er vanuit de praktijk zijn er toch ook een aantal voorbeelden aan te geven die waarnaar geluisterd moet worden. Wat zijn dan dingen die verbeterd zouden kunnen worden aan het zwemvest? Nou, op het moment van dat je door het gangboord loopt en je krijgt een spontane opblaasreacties van het vest, wat een aantal keren is voorgekomen, dan krijg je echt dan levert er echt een gevaarlijke situatie op. Het werkt met een zouttablet en wat dat betreft is die manier. Dat systeem is, ik vraag me af of dat niet verbeterd kan worden. Een ander punt is, op het moment dat je een omgeblazen vest hebt en je bent niet bij machten om in eerste instantie jezelf te redden, red het vestje, dat is fijn. Als je vervolgens zelf wil gaan bewegen om bijvoorbeeld een ladder op te klimmen en zo'n reddingsvest maakt dat je eigenlijk alleen bemoeilijkt je om überhaupt bij sporten te kunnen komen of met twee armen tegelijk bij sporten te kunnen komen, dan schiet het middel het doel voorbij. En dat zijn zaken die in het gebruik wellicht tot aanpassingen zouden moeten leiden, waardoor het gewoon beter wordt. Een ontluchtingsventiel bijvoorbeeld? Nou, sommigen hebben dat al aangegeven en dat zijn juist het leuke is van ervaringsdeskundigen kunnen noemen zaken die verbeterd zou kunnen worden. Dus en de beleidsmakers en de producenten, die moeten daar hun voordeel mee doen. De overheid heeft eind vorig jaar een hele goede analyse gehouden van de introductie van de AIS. Zowel qua systeem als qua gebruik.
En dat is een voorbeeld waarin men wilde leren van iets nieuws. En dit zou men ook heel goed kunnen hanteren bij reddingsvesten op deze manier. En wat betreft het draaggemak, wat vind je er zelf van? Het draaggemak is met de lussen die eraan zitten en de banden met de vele uitsteeksels die we aan boord kennen, vormt op zich ook een risico. Vandaar is het geïntegreerd in een jas. Is in ieder geval in een aantal gevallen is al een positieve verbetering. Maar je draagt niet altijd in zomer en winter dezelfde jas. Dus ja, dat zijn allemaal aspecten die meegenomen zouden kunnen worden in diverse mogelijkheden. Er zijn ook schippers die zeggen, het is mijn leven. Ik bepaal zelf wel waarom of ik een zwemvest draag. Ja, dat is zo. En helaas hebben wij in Nederland nog niet het absolute zelfbeschikkingsrecht. En wat dat betreft zijn we ook bijvoorbeeld met helmen op brommers en motoren, zijn we toch met elkaar verantwoordelijk voor een stukje veiligheid die we met elkaar willen delen en zorg voor elkaar willen hebben. En wat zijn nou de wat moeilijke kanten daarvan? Nou, dit soort beugels waar je achter kan blijven haken. En ook bijvoorbeeld bij deze uitvoering het soort gesp, wat niet altijd makkelijk los te halen is. Dus laat staan, als je een trap op zou moeten klimmen en je wil ruimte creëren voor je armen en je wil jezelf helpen om een ladder om op te klimmen, moet je hem eigenlijk af kunnen doen of leeg laten lopen. En dan heb je er, zeker als hij opgeblazen is, kom je niet meer bij zo'n sluiting bijvoorbeeld.